Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Het is vandaag Hemelvaartsdag. En ik wou het vandaag eens hebben over de hemel. Kijk, ik vind van geloof, vind ik de hemel, vind ik dan misschien wel een van de mooiste dingen die er is. Bijvoorbeeld iemand is overleden, en dan ben je later zelf ook overleden, dat je die persoon dan weer ziet. Dus de hemel vind ik dan wel een mooi iets. Maar ik wou het vandaag eens over hebben, bestaat er een hemel, ja of nee? Kijk, weet je hoe ik de hemel me wel eens voorstel? Ik stel het me wel eens voor dat het daar heel blauw is, want alles is daar heel blauw. En de mensen die lopen daar in zo'n lange witte jurk. Ik weet niet waarom ik die gedachte heb, maar dat zijn mijn gedachtes. Een blauwe hemel, waarbij iedereen bijvoorbeeld in een witte jurk loopt, of zitten met z'n allen aan tafel en zo. Zo stel ik me de hemel voor. Maar bestaat er nou een hemel, ja of nee? Eerlijk gezegd, ik denk van niet. Weet je, ik denk dat de hemel vroeger ooit bedacht is, voor kinderen, omdat bijvoorbeeld als hun opa of oma overleden is, dat ze dan zeggen van, ja jongen, opa is misschien wel overleden, maar hij zit nu op een plek waar hij geen pijn meer heeft, waar hij alleen maar gelukkig is, en daar leeft hij nu verder. Met oma bijvoorbeeld. Zo denk ik wel eens dat de hemel bedacht is. En dat het alleen maar is uitgebreid en is uitgebreid. Maar echt in een hemel zelf? Nee, daar geloof ik niet in. Kijk, ik geloof er eerlijk gezegd in dat het hierna gewoon stopt. Kijk, als ik over 6 jaar overleden ben, dan denk ik eigenlijk gewoon van, het stopt en er komt niks na. En dan heb je wel de gedachte van de hemel, maar nee, ik geloof daar niet in. Kijk, er zijn geen bewijzen van de hemel. Er is ook nog nooit iemand geweest. En er is ook nooit iemand terug geweest om te zeggen van, ja, de hemel ziet er zo uit en zo uit. Dus ik denk gewoon dat het een verhaal is die ooit verzonnen is om niet bang te hoeven zijn voor de dood. Want mensen zijn een beetje bang voor de dood, wat ik ook wel kan begrijpen hoor. Want stel je nou voor dat je hoort dat je volgende week doodgaat, dan denk je toch wel meer van, oeh, dat is best wel een beetje spannend. Dus daarna hebben mensen een verhaal bedacht om zo een beetje verder te kunnen leven. Dat je denkt van, nou, als ik dood ben, dan zie ik mijn opa en oma weer, zie ik mijn vrienden weer, zie ik mijn ouders weer. Dat is gewoon een hele mooie gedachte, dus daarom hebben ze die een beetje. En mensen zullen er echt wel in geloven. Ik geloof echt wel dat er mensen zijn die echt geloven van, ja, hierna komt er iets. Maar er zijn ook mensen die niet geloven, maar het meer hopen. Net als ik een beetje. Ik hoop er ook wel een beetje in. Alleen ik geloof er niet in. En aan de andere kant, ja, ik hoop er wel in. Maar aan de andere kant hoop ik wel weer dat het niet zo is. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, als ik over 6 jaar overleden ben, ja, prima, dan is het gewoon voorbij. Ik bedoel, wat voor last heb ik er dan van? Als het voorbij is, ik heb er geen last van. En anderen ook niet, want we merken niks meer. Dus in een hemel zelf, nee. Ik geloof er niet in. En als jij er wel in gelooft, hou die gedachte vast, want het is een hele mooie gedachte. Goed, maar voor de rest. Het is vandaag natuurlijk weer een feestdag. En meestal doe ik met feestdagen videoboodschappen. Nou, dat ga ik dit keer niet doen. Ik ga dit keer iets anders doen. Kijk, ik wil jullie de kans geven om je eigen Instagram te promoten in mijn stories. En hoe moet je dat doen? Kijk, je stuurt mij een filmpje in mijn Instagram DM waarom mensen jou moeten volgen. En die plaats ik dan in mijn stories met jouw Instagram-naam erbij. En dan kan het misschien zijn dat mensen denken van, oh, die persoon wil ik wel volgen. Dus dan zet ik jouw naam erbij en dan denken mensen misschien van, die persoon wil ik wel volgen. Ja, en dus je hebt de kans om misschien wel meer volgers te krijgen op Instagram. Dus als je dat wil, stuur mij een DM'tje op Instagram met een video. Met een video dat je zegt van waar mensen jou moeten volgen. Die plaats ik in mijn stories met jouw naam erbij, met jouw Instagram-naam erbij. En misschien gaan mensen jou wel volgen. Goed. Dit was de video. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.